Goed, dan open ik de oriënterende ronde van 12 januari. Welkom, zal ik maar zeggen. Er zijn geen mededelingen van deze kant. Ik weet niet of iemand van u nog een mededeling heeft die zo dringend is dat dat per se medegedeeld moet worden. Ook niet, geloof ik. Dan gaan we naar agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. Iemand hierover nog? Mevrouw Hof. Voorzitter, wij zouden willen voorstellen punt 4, het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst, ik noem het maar even plan Marslanden 2, nu van de oriënterende ronde agenda af te halen. En die aansluitend aan deze oriënterende ronde in een, ik noem het maar even technisch beraad te bespreken, aangezien er nogal wat financieel technische vragen over zijn die niet in een O-ronde thuis horen. En dan dit punt over 2 weken in de O-ronde te laten terugkomen. Als ik het goed begrijp, stelt u voor om deze behandeling uit te stellen 2 weken en dan hierna gelegenheid te geven voor de mensen die nog financieel of anderszins technische vragen te hebben. Correct. Ik kijk even in de rond, ik weet niet of mensen daarop willen reageren. Ik zie in ieder geval meneer Breukelman. Ja, voorzitter, ik ben toch wel benieuwd naar wat de uitgebreidere argumentatie waarom we dit nu zo doen. Verdient wat mij betreft in het proces niet de schoonheidsprijs. We hebben al een keer een avond gehad. Een aantal leden van mijn fractie zijn nog een aantal uur bij de ambtenaren geweest om hun technische vragen beantwoord te krijgen. Die hebben ze ook gekregen. Mocht het voor de raad nodig zijn om tot een goede besluitvorming te komen om dit zo te doen, dan zullen we dat niet tegenhouden. Maar ik zou toch wel graag iets uitgebreider vernemen waarom we dit nu zo zouden moeten doen. Mevrouw Hof. Dank u, voorzitter. Op 17 december is die bespreking of die presentatie inderdaad geweest. Wij beschikten toen nog niet over de stukken waar wij in het kader van deze O-ronde wel over beschikken. Dat is één. Het gaat over een omvangrijk plan en veel geld. Vandaar ook de financieel technische vragen die in ieder geval bij onze fractie nog leven. En ik weet ook bij andere fracties. Wij zijn nog niet bij de ambtenaren geweest. We hebben het afgelopen donderdag in onze fractie besproken. En zouden eigenlijk wel op een aantal technische vragen wat dieper willen ingaan. En dat is de reden waarom wij dat graag buiten deze O-ronde in een technisch beraad zouden beantwoord willen zien door de wethouder en ambtenaren. En het daarna in de O-ronde alsnog te behandelen. Zijn er nog fracties? Ja, voorzitter, misschien daar heel kort even op reageren. Ik hecht er toch wel aan om even te benadrukken dat het wat mij betreft chiquer was geweest om die vragen vooraf te stellen. Die stukken zijn al vrij snel na 17 december ook gekomen. Maar goed, als het zo moet, dan zullen wij akkoord gaan met dit wijziging voor de agenda. Ik wil meneer Breukelman wel toegeven dat het proces mooier had gekund. Zijn er bezwaren bij andere fracties? Dan kijk ik even naar het college of er onoverkomelijke bezwaren zouden zijn. Dat zie ik ook niet. Dan passen we de agenda als volgt aan. Agenda punt 4 vervalt. Dat komt dan over 2 weken terug op een oriënterende ronde. En dan kondig ik bij deze dan maar aan dat u na afloop van deze oriënterende ronde de gelegenheid heeft om aan het college uw technische vragen van financiële of andere aard nog te stellen. Goed, dat is dan de agenda. Nog iemand anders een wijziging? Nee? Dan is hij met deze wijziging vastgesteld. Dan gaan we naar het spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Die zouden dat nu nog kunnen doen, maar ik zie ook niemand trappelen, dan was dat agenda punt 3. Dan gaan we naar het meningsvormende deel van deze agenda. En dan komen we op het nieuwe agenda punt 4. En dat is de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied op de Geert Michelsweg Schuine Sloot. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Odink. Mevrouw Baarslag. Dat was het. Dan begin ik bij meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van het voorliggende bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Geert Michelsweg Schuine Sloot, hebben we een aantal vragen. Vraagstellingen richten zich met name op het terrein van de verkeersveiligheid. Op basis van de specificatie gegeven als basisinspanning en extra kwaliteitsimpuls voor de belten, staat op de genoemde locatie een picknickplaats, annex kinderspeelplaats en zelfs bij voldoende belangstelling
Of eventueel bij voldoende belangstelling die kinderspeelplaats en anders een grasveld of een trapveld. Er zijn ook de nodige aanpassingen aan de cafézijde, aan de overkant van de Herenstraat. Waaronder een overdekte terrasgedeelte, parkeerplaatsen en al dan niet een overdekte fietsenstalling. Ik benoem deze nog maar even op deze manier, omdat het geheel van de genoemde inspanningen een extra kwaliteitsimpuls van de omgeving betrekking heeft op elkaar. Daarbij begrijp ik dat zeg maar de Hoge Veenseweg en Herenstraat aan de zijde van de genoemde picknickplaats, speelplaats of trapveldje een maximum snelheid geldt van 60 km per uur. De vraagstelling is eigenlijk van, wij maken ons zorgen over die combinatie van een instelling van die grasveld, trapveld en picknickplaats in combinatie met zeg maar die 60 km weg die er langs loopt. En vanuit de voorbereidende vragen en antwoorden vanuit de ambtelijke organisatie hebben we al wel begrepen dat het huidige kruispunt niet bekend staat als een onveilige of als een klachtlocatie. Maar toch, en dat willen we ook graag zo houden, maar de vraag naar de wethouder toe is van, kan de verkeersveiligheid met de genoemde aanpassingen in de directe omgeving gegarandeerd worden? En hoe denkt de wethouder dit eventueel te doen? Dat was het in de eerste ronde. Dank u wel. Mevrouw Baarslag. Voorzitter, Linda Hardenberg heeft ook een paar vragen voor de wethouder. Op zich hebben wij geen problemen met de vaststelling van het bestemmingsplan, maar we hebben de zienswijze bekeken. En daar staan toch een aantal zaken in waarvan het goed is, denken wij, dat er toch iets over gezegd wordt. Ja, allereerst wordt er gezegd van nou, de regelgeving voor die grond leidt ertoe dat er nu wel een gebouwd kan worden. Eerder was het niet toegestaan, we hebben dat er als eerder meegemaakt. Misschien kan de wethouder er iets over zeggen. De indiener suggereert dat er een relatie is tussen de huidige aanvragen, want er mag dus nu weer wel gebouwd worden, kennelijk, en een neef. Nou, vinden wij dat toch wel een hele rare situatie. Dus misschien, zonder nou persoonlijk te worden, kan de wethouder daar iets over zeggen. Ja, en er wordt ook een fietsenstalling gepland. Hij, de indiener, vraagt zich af, waarom moet hij daar nou? Want die fietsers kunnen ergens anders wel stallen. Graag een antwoord van de wethouder hierop. Dank u wel. Als dat alle vragen zijn, dan kijk ik eventjes naar de wethouder of hij deze kan beantwoorden. Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie vraagt of ik de verkeersveiligheid daar kan garanderen. Nou, dat zou wel heel mooi zijn als ik dat zou kunnen. Dat is natuurlijk altijd afhankelijk van het individueel gedrag van mensen in het verkeer. Als je de situatie kent, dan denk ik dat er voldoende mogelijkheden zijn om en die picknick en dat trapveldje of speelveldje enzovoort, om dat daar goed te combineren. Maar ik zeg de fractie van de ChristenUnie, ik zeg uw raad toe, dat ik nog even daar op terugkom. Ja? Dat ik er nog even een keer weer extra naar laat kijken. Want goed, als het om veiligheid gaat, moet je het altijd goed doen. Maar in alle voorbeschouwingen die we hebben gehad, zien wij dit tot een goede mogelijkheid. Dus ik wil er nog even een keer een check op laten en dat zal ik... Dan zal ik proberen om dat in het verslag van deze vergadering mee te krijgen. Maar laat ik het zo verwoorden, het heeft na uw opmerking mijn aandacht wat extra krijgen. Ja? Maar garanties kan ik niet geven. Ja, we hebben eerdere mensen gehad die graag ergens wilden bouwen en dat mocht niet, omdat het beleid het niet toestond. En dat was hier ook zo. En het verzoek van degene die hier die zienswijze heeft geleverd, die dateert, en als ik goed geïnformeerd ben, van 20 jaar geleden. Onze systemen, afwijzingen, die blijven tot 3 jaar bij ons gearchiveerd. Dus we kunnen het niet eens terugvinden in onze systemen. Ja, 20 jaar geleden. Ik weet dat het ongeveer 10 jaar is geleden dat er ook ooit eens iemand bij me is geweest die zei, mag ik ook die tennisbaan bouwen? Toen heb ik ook nee moeten zeggen. Toen zijn we gekomen met die inbreidingsnotitie, zeg maar. En die heeft uw raad vastgesteld. En dat was dit een locatie. En dat is een wijziging van beleid. Dat is altijd zo. We hebben de afgelopen weken nog wel even geprobeerd met degene die een zienswijze heeft ingediend contact te krijgen om ook op voorhand nog even wat dingen te bespreken. En of het nou gaat over verkeersveiligheid, dan wel over de fietsenstalling. Dat is pas gisteren is mijn ambtenaar dat gelukt om daar contact mee te krijgen. En misschien moeten we eens even kijken naar die fietsenstalling, hoe de positionering, als die vrees er is, moeten we ook ons even vergewissen of dat terecht te vrezen is of niet. Wij denken van niet, maar het lijkt me goed dat we ook even in gesprek met degene die daar woont, nog even kijken of de positionering nog iets aangepast kan worden, zodat zijn vrees deels kan worden weggenomen. Ja?
Dat wil ik wel aangeven. Ja, en over familierelaties ga ik niet. Maar het schijnt dat het de grondbezitters volgens mij een keer overgaan van de een naar de ander. En dat zijn neven van elkaar. Zo. En verder moet je er niks achter zoeken. Dat is volgens mij de situatie. En ik kijk even naar mijn ambtenaar. Klopt dat? Ja, met die grondpositie is overgegaan van de een naar de ander ooit eens een keer. Of was het van een tante van beide? Ja, zo ging dat ongeveer. Maar ja, het kan misschien wat tot verwarring leiden, maar nou ja, zo is de situatie. Het leek een beetje vriendjespolitiek en dat moeten we natuurlijk niet hebben. U dacht dat ik die neef was? Nou, ja. Nou ja, je weet maar nooit. Nou, dan hebben we dat kennelijk vastgesteld dat niet zo is. Dus dan kijk, wij... er is geen DNA-onderzoek gedaan, maar ik ben me er niet van bewust. Nou, wij slaken een zucht van verlichting. Dank u wel. Heeft iemand nog iets voor de tweede termijn te vragen? Nee? Dan is het eventjes, dan moet het naar de raad. Wil iemand dat als bespreekstuk nog doen? Zo niet, dan wordt het een hamerstuk. Ik zie iedereen knikken. Dan gaat het als hamerstuk door naar de volgende raadsvergadering. Dan moet ik weer even mijn agenda zoeken. Dan gaan we naar agenda punt 6. De consequenties van de doorontwikkeling van het openbaar gebied, wijziging budget en geldstromen. Wie wil daar? Ja, meneer Dogger. Meneer Reiling, mevrouw Hansen, meneer Potter en mevrouw Juurling. Ah, mevrouw Van den Hoek ook. Goed, begin. Ah, mevrouw Baarslag ook nog. Nou, dan hebben we vrijwel iedereen gehad. Meneer Dogger, dan beginnen we bij u. Dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk drie vragen. We zouden graag een toelichting willen op de efficiëntiewinstkansen die in dit voorstel zitten. Waar denkt de wethouder aan? Van waar gaan wij naartoe? Zeg maar, waar halen wij winst en hoe gaan we die winst dan inzetten? En dan denk ik met name winst inzetten van onze mensen in, ja, wat zwart-wit gezegd, in de katerbakken. Worden die dan extra mogelijkheden geboden? Of ziet de wethouder andere winstkansen? Dus daar graag een toelichting op. Het hele doel van deze actie zien wij in het kader van de participatiewet. Dus dat mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, er weer via dit soort trajecten dichterbij komen. En dan zou je dus ook mogen verwachten dat eigenlijk de doelstelling van dit wetsvoorstel, of van dit raadsvoorstel is dat de mensen die nu overgaan van de WSW naar de gemeentelijke organisatie en ingezet worden voor het onderhoud, dat die eigenlijk gaan doorstromen naar reguliere banen. Want dat is toch onze doelstelling. En mijn vraag aan de wethouder is dan ook van, welke doelstelling heeft hij voor zichzelf geformuleerd om de doorstroming op gang te krijgen en om dat ook te realiseren? En biedt dat dan ook weer mogelijkheden voor anderen in onze gemeente die ook nog zitten te wachten op een plek, een arbeidsplek of een leerplek dichter bij de arbeidsmarkt? Voorzitter. Ja. Ja, ik was wat verbaasd van, dit zijn toch gewone banen voor mensen die daar heel goed werk doen in de buitendienst. Dus het zijn SW-mensen die nu in dienst komen van, anders werd het uitbesteed naar anderen. Nou, ik weet niet of de wethouder ook zo verbaasd is, maar ik zou het even willen afwachten. Wat zijn doelstelling is. Dat horen we dan van de wet. En de laatste vraag die we hebben is of ook het OG-terrein een mogelijkheid biedt om voor de tegenprestatie die we ook kennen vanuit de participatiewet. Andere gemeenten hebben daar ervaring mee opgedaan om ook mensen in te zetten als tegenprestatie in het onderhoud van het openbaar gebied. Krijgt dit daar ook in Hardenberg een vervolg op dit gebied? Dat was het. Oké, dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Baarslag. Voorzitter, nou, we hebben het stuk helemaal doorwrocht, zullen we zeggen. Een aantal vragen blijven nog over en die hebben te maken op het gegeven dat de salarissen door het... de vraag is, waarom worden er niet ook de salarissen door de BOH verricht? Want wij dachten dat is een efficiëntieslag die je dan ook gelijk kan maken. Maar goed, ik hoor het graag van de wethouder. Dan hebben we nog een paar WSW'ers die uit buiten de gemeente Hardenberg ommer komen. Krijgen we daar een vergoeding voor? Is het zo weinig? Hoeveel is het? En nou vragen we ons eigenlijk af wat het voordeel van de constructie is. Wat moet het opleveren? Wat misschien zijn, net wat de heer Dogger zegt, de efficiëntiewinstkansen? Daar graag een reactie op. Oké, dank u wel. Dan gaan we naar meneer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich zijn wij
heel, heel content met het voorstel. Ik denk dat het een hele goede stap is in de richting om mensen op arbeidservaringsplaatsen neer te zetten. De eerste vraag die bij ons speelt is van hoe hebben wij straks zicht op de financiële consequenties van het een en ander. Nu is het duidelijk, maar hoe is het over een jaar, over anderhalf jaar, hoe wordt dit gemonitord of verdwijnt alles binnen de WOH? Dus graag even een duidelijke toelichting hoe het wordt gemonitord voor ons als raad. Duidelijk. Mevrouw Hansen. Dank u wel, voorzitter. Ook D66 ziet in dit plan en in deze aanpak eigenlijk de weg die ingeslagen zou moeten worden op meerdere terreinen. Het haalt mensen uit een bepaalde positie en geeft ze meer kansen op doorstroming naar inderdaad in sommige gevallen regulier werk, in andere gevallen gewoon een goede, zinvolle besteding van de tijd met een tegenprestatie. Ik heb een vraag aan de heer Dogger. We hebben afgesproken dat we een pilot zouden gaan doen met betrekking tot de tegenprestatie. We hebben tot op heden nog niets gehoord van de tegenprestatie pilot, wat daar de stand van zaken is. Dus misschien is dit ook een beetje voorbarig om nu ook al tegenprestatie in de groenvoorziening te gaan organiseren. Nee, juist niet. Het was een vraag van ons of dat ook opgepakt werd binnen dit voorstel. Omdat wij ook zitten te wachten op die pilots. Nou, oké. En de enige vraag die wij aan de portefeuillehouder hebben is in hoeverre er nu al stappen gezet worden op andere terreinen, onder andere met het dienstencentrum, om daadwerkelijk ook dit soort samenwerkingsverbanden op te gaan zetten in 2016. Dank u wel. Meneer Botter. Dank u wel, voorzitter. In navolging van de heer Dogger, die ook gevraagd heeft over de efficiëntiewinst, willen we er nog een kleine vraag aan terugkoppelen. Die heeft betrekking op dezelfde alinea als waar de heer Dogger op doelt. En daar staat, en ik lees het, ik citeer het letterlijk uit de stukken, dat op termijn de daarvoor benodigde overheid, en dan komt het, verlaagd zou moeten kunnen worden. Dat zijn vier werkwoorden op rij. En dat vergt om een nadere uitleg. We weten eigenlijk niet wat daarmee bedoeld wordt. Maar als er bedoeld wordt dat het misschien wat extra's oplevert, dan willen we heel graag weten wat over de duim, we zullen de wethouder er niet op vastpinnen, nog de ambtenaar, maar wat dat dan extra bezuiniging nog oplevert. Waarvan akte. Dank u wel. Mevrouw van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. De belangrijkste hamvraag is reeds gesteld door mevrouw Hansen over de monitoring. Daaraan toevoegend zijn wij groot voorstander van de opzet zoals die er nu ligt. En wij denken dat het van belang is dat zo'n organisatie als deze met SW-dienstverbanders, maar ook de clean teams die ruimte geven om mensen toegang te kunnen verschaffen in de vorm van een stage tot de reguliere arbeidsmarkt kansen verdient in deze pijn. Dank u wel. Mevrouw Jurling. Wij zijn als Partij van de Arbeid-fractie heel tevreden met dit voorstel. We hebben tijdens de presentatie over de participatiewet al gehoord dat dit aankwam. Er blijft nog even twee opmerkingen over. De medewerkers, die nu is het voor hun duidelijk hoe hun positie wordt. Want we horen nog wel eens van, goh ja, ik weet eigenlijk niet, waar werk ik straks? Werk ik voor Larkom, werk ik voor de gemeente? Het is duidelijk besproken met hun. Het geeft nogal wat onrust, want het zijn toch soms wat kwetsbare mensen. Ja, en voor de wethouder is het natuurlijk een gouden kans om met meer handjes natuurlijk openbare groenbeheer te kunnen doen. De bestrijdingsmiddelen mogen niet meer. En onze vraag is dan ook, wordt dat dan meteen hier ook in opgepakt? Dank u wel, mevrouw Jurling. Dan gaan we naar de portefeuillehouder met het verzoek deze vragen te beantwoorden. Een combi krijgen we. Nou, dat is mooi. Maar we beginnen toch met de portefeuillehouder. En ik denk dat dit als financieel stuk bedoelde, vooral financiële vragen zou geven. Maar de prikkel gaat toch weer naar de inhoud. En dat is misschien wel goed ook. Wij zijn blij met deze ontwikkeling. We zijn blij zoals het jarenlang bij de LARPM is gegaan. In goede samenwerking ook met openbaar gebied gemeenten. Maar de omgeving is veranderd. Participatiewet. Wat er met de WSW is gebeurd, dat daar geen nieuwe instroom meer is. Op termijn, staat ook in een stuk, zou dat
best voor de groenvoorziening vanuit de Larpen problemen kunnen geven. Dus anticipeer daar nu op. Het zijn een paar paarders gedraaid, die zijn heel succesvol geweest. En dat is ook de aanleiding om die weg nu zo verder door te zetten. En een heel groot aantal werknemers nu ook regelrecht bij de buitendienst te laten werken. Wij denken, en dan hebben we het over de vraag van meneer Dogger, die later ook nog een keer terugkomt bij meneer Botter. En ik geloof dat hij nog een keer ergens teruggekomen is van hoe zit het nou met efficiëntie en winstkansen. De pilots leren ons dat we door heel dichter zelf op te zitten. Kijk, als je het wegzet, zet je de bestekken weg en ga je de bestekken controleren enzovoort. En dat gebeurt allemaal goed. Maar nu je er zelf op zit, kan je toch weer wat flexibeler gaan sturen. Plat gezegd, daar waar het jeuk weer gaan krabben. Dus daar waar je mensen moet inzetten, kun je makkelijker mensen in gaan zetten. En kun je heel efficiënt in je hele groen bedrijf proberen kwaliteit te hebben. Dus wij denken dat we minimaal dezelfde kwaliteit en misschien nog wat meer kwaliteit kunnen doen. Doordat we nu wat directer kunnen sturen. Dat is denk ik een van de belangrijkste. En als je wat meer kan doen, dan kan je dus ook wat dingen oppakken die nu nog blijven liggen. Dat direct al even aan efficiëntie aan onze kant. Aan de andere kant, en dat is meer de zin waar meneer Botter op doelde, kun je zeggen, er zijn bij de Larcom gaan een aantal mensen weg. Dus de Larcom moet zich gaan zetten naar een nieuwe situatie. En dat staat ook in een stuk. Die gaat als dienstverlener voor gemeenten, die gaat als adviseur, die gaat als deskundig op een aantal terreinen ook voor meerdere gemeenten bedoel. Ja, daar moet je wel even op inzetten. Je moet, je hebt eerst wel de bestaande situatie. En als je daar, en de Larcom gaat ook nog 3 jaar lang de salarisvoorziening voor ons netjes regelen enzovoort. En dan moeten we over 3 jaar maar eens even kijken hoe dat zich dat dan verder moet gaan ontwikkelen. Nou, daar kan ook best ruimte ontstaan om daar ook nog wat efficiëntiewinst uit te halen. Maar dat moet je niet op dit moment doen. Te meer daar ook ATC-dienstbedrijf verder moet gaan. En dat Larcom ook voor beschut werken wel verder gaat. En laat wel zijn dat daar de verdiencapaciteit toch wat anders ligt dan met het groenverhaal. Dus je moet wel zorgen dat ook Larcom zijn hoofd boven water kan houden. En precies kan doen waar ze juist goed in zijn. En dat vergt wel enige zorgvuldigheid. En vandaar dat die zin zo is geformuleerd. Maar wel bewust ook is geformuleerd. Omdat er voor ons een aandachtspunt is. Hier moeten we wel even goed naar kijken. De tweede vraag. Van meneer Dogge, dat ging over de WSW'ers en kunnen WSW'ers nou doorstromen naar de arbeidsmarkt? Ja, dat kan, maar een aantal WSW'ers zal dat niet gaan doen, zoals die dat de afgelopen jaren ook niet gedaan hebben. En die mogen gewoon als WSW'ers hun werk bij ons doen. Maar zouden ze het kunnen, ja, dan ga je dat doen. Maar daarnaast is er nog een categorie die een behoorlijke afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Die kan dit werk ook doen en die kan die afstand zo misschien wel dicht gaan lopen en toch weer gaan doorstromen. En daar zit natuurlijk wel een behoorlijke kans in om mensen toch weer die arbeidsmarkt op te krijgen. Voorzitter, dat was precies wat ik zei. En mijn vraag was eraan gekoppeld van welke doelstelling in dit heeft de wethouder zich gesteld? We hebben daar niet precies een percentage op losgelaten. Laten we eerst even overnemen wat we hebben. Daar zal ook wel weer wat uitstromen op enig moment. Daar komen geen nieuwe WSW'ers erin. Dus die ga je ook dan van de andere kant uit de kaartenbak halen. En dan moet je maar eens even kijken gaandeweg wat we dan precies kunnen gaan doen. Ik durf daar nu nog niet in aantallen doelstellingen op te zetten. Misschien dat collega De Vent vanuit Sociale Zaken daar ook nog even iets van wil zeggen. Maar het lijkt mij een beetje voorbarig om daar nu al, waar we bestaande populatie overnemen en die langzamerhand er ook een beetje uitgroeit en die je dan op deze manier gaat aanvullen, om nu al te durven zeggen welk percentage daarvan gaat doorgroeien. Maar die doelstelling zit er wel degelijk in en die leest u ook in het stuk van daar willen we wel op inzetten. En je hebt het ook gezien en je ziet het ook nu al bijvoorbeeld in het clean team. Daar hebben we natuurlijk al ervaringen, al veel langer. En ja, de enige categorie stroomt makkelijker door en soms heb je ook een categorie waarvan je zegt,
wij vinden het heel fijn dat ze dit werk kunnen doen en kunnen blijven doen. Maar hebben daar wel begeleiding nodig en zien wij nog niet zomaar doorstromen. Maar dan ben ik al heel blij dat het niet de categorie is die thuis zit met een uitkering en geen werk heeft, maar die dan met ons, met toch een behoorlijke capaciteit, nog dit werk wel kan doen. Dus daar heb je eigenlijk met drie categorieën te maken, sowieso al, of misschien wel vier. WSW'ers die WSW'er blijven en dat ook al een tijd waren. Een clubje die misschien wel door kan stromen. Een club kaartenbakkers die makkelijk doorstroomt. En een club waarvan je zegt, die gaat dat niet redden, maar zal wel bepaalde werkzaamheden in de buitendienst kunnen gaan doen. En hoe die nou precies percentagegewijs in elkaar gaan zitten, daar durf ik geen uitspraak over te doen op dit moment. Mevrouw Baarslag, waarom neem je de salaris enzovoort ook niet direct over? Nou, er zit nogal wat specifieke kennis bij Larcom die dat voor deze categorieën altijd gedaan heeft. We hebben gezegd, laten we nou niet alles direct over de kop gooien. Vandaar de opmerking erin dat die salarisvoorziening nog 3 jaar zo door blijft gaan. Omdat al die specifieke kennis daar zit. En dan kunnen we deze 3 jaar wel even gaan kijken hoe we dat na die tijd gaan doen. Meneer Reiling, hoe zicht op de financiële consequenties? Salaris blijft salaris. En subsidie blijft geregeld zoals we die hadden, of zoals we die in de toekomst misschien nog een beetje gaan veranderen. Dus dat zit heel duidelijk in je begroting. Dus ik zie daar niet zo gek veel onduidelijkheden in. Daar kunt u redelijk makkelijk in die zin zicht op houden. En die desgevraagd zullen we die inzichten ook vrij gemakkelijk kunnen geven. De vraag over het dienstencentrum schuif ik graag naar mijn collega door. En de vraag van meneer Dogger had ik al beantwoord. De toegang tot de arbeidsmarkt ook al. Volgens mij heb ik ook impliciet de vraag van de Partij van de Arbeid al beantwoord over de meer handen openbaar groen. Kunnen we daar nog wat efficiëntie winst halen? Ja, dat denk ik wel. En ondertussen was er nog een tweede vraag. Ja, die ben ik kwijt. Het gaat om het duurzaam groenbeheer, waar een aanzet mee gemaakt wordt. Omdat, dat zou... hoe heet het spul toch ook alweer? Roundup, kon het niet opkomen. Dat mag niet meer gebruikt worden. Dus. En ik heb net al geprobeerd te zeggen dat we misschien wat preciezer kunnen aansturen. En dat we bijvoorbeeld ook deze kant op, richting duurzaam groenbeheer, dat misschien wel zouden kunnen doen. Ja. Voorzitter, ik had nog een vraag over het aantal WSW'ers dat uit andere gemeentes kwam. Het heeft te maken met de BTW-constructie, maar ook waarom vallen ze onder onze discipline en kosten. Ja, hoeveel precies? Nou, ik weet niet, dat zijn enkele, maar dat is ook al jaren zo dat sommige mensen van ons zitten in een SW'er buiten onze gemeente. Sommige mensen van buiten de gemeente zitten bij ons, omdat ze net vaak heeft dat te maken met de plek waar je woont en waar je het handigste kan komen. En zo zit er tussen verschillende gemeenten, in Dalfsen weet ik dat het ook speelt, een aantal mensen heen en weer. En we hebben gezegd, daar gaan we niet moeilijk over doen. Het geeft onrust als je mensen uit elkaar haalt die al jaren met elkaar werken. En als wij van een aantal zouden zeggen, een paar mensen van buiten de gemeente, nou dat zouden we niet meer willen, loop je kans dat ze van die andere gemeente, van onze mensen dat ook weer zeggen. Daar krijg je van die rare bewegingen. Laten we hier het welzijn en het welbevinden van mensen maar even een voorkeur geven. En dat kost inderdaad een paar zetten btw. Voorzitter, wij hebben een technische vraag vooraf gesteld. Juist deze. Het gaat om 16 personen die bij de WSW werkzaam zijn die niet uit Harderberg komen. Ja, en dat is nog maar de vraag of ze allemaal bij het groen zitten. Maar goed, dat geeft. Ja. Mevrouw de voorzitter, mag ik één vraag stellen? Meneer Boersma. Voor mij gaat het over het overhevelen van een budget. Hè? Die vraag wordt voor mij gesteld. En het gaat niet om te discussiëren of die mensen aan het werk moeten. Ik snap de discussie niet helemaal die nu gevoerd wordt. Nou, daar begon ik dus ook mee. Het is formeel een financieel stuk, maar het gaat veel meer over de inhoud van. En ik kan mij daar eerlijk gezegd bij deze vrij forse verandering wel iets bij voorstellen. Over Veldhuizen. Even een vraag. Over de mensen die het aangaat. Ik hoor de laatste tijd nogal veel zorgen van jongeren die met een waarjonguitkering een periode gewerkt hebben voor de gemeente in die groenvoorziening.
en die nu constant in onduidelijkheid leven of hun contract verlengd of gekort of waar ze dan ook terechtkomen. En een van de jongeren is zelfs ook al overspannen thuis omdat hij geen duidelijkheid krijgt. Kunt u daar iets over zeggen wat het beleid van de gemeente Hallenberg daarin is? Ja, dan kijk ik even de schuin nog naar achter. Volgens mij hebben wij een aantal mensen een tijdelijk contract aangeboden en dat tijdelijk contract kunnen ze draaien in de zin van arbeidservaring opdoen. En dan is het de bedoeling dat ze gaan en elders aan de slag zullen komen. En het is dus niet zo. En er wordt hier en daar wel eens gevraagd door iemand die zo'n tijdelijk contract heeft gehad. Maar ik vind het zo aardig, ik zou wel willen blijven. Maar die zullen dus niet allemaal kunnen blijven. Daar zit de crux, volgens mij. En dat is best wel lastig. Dat is niet heel lastig, klopt. Maar en dan hoop je wel dat door de ervaring die ze opgedaan hebben, ze daardoor makkelijker elders aan het werk kunnen komen. Dank u. Dat was ik bijna vergeten. Dat wordt ook gedraaid. Meneer De Vind. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nog enkele vragen die voor mij resteren. Met de opmerking vooraf dat we door de wijze waarop we nu zaken bij elkaar brengen, dat we ook een stevige reïntegratiebedrijf hebben. Laat het ook helder zijn. Want de participatiewet is nieuw. Die vroegere WSW en alle andere onderdelen, die bestaan niet meer afzonderlijk. En ik denk juist nu de kracht is van gemeente en LARCOM samen, dat we ook niet alleen die werkgeversbenadering goed oppakken, maar dat LARCOM ook haar diensten en haar deskundigheid aanbiedt om mensen te begeleiden naar hun werk toe. Daar hechten we zeer veel waarde aan, ook gezien de opdracht die we daarvoor hebben. En dat biedt ook kansen voor mensen om weer ervaring op te doen. Want zoals u weet, de WSW wordt afgebouwd. De gemeente blijft straks verantwoordelijk, of is verantwoordelijk voor het beschut werk. Maar voor de rest is het uitstroom. De gemiddelde uitstroom zit volgens mij op 6%, natuurlijk uitstroom, je pensioen en dergelijke. En dat biedt weer kansen om nieuwe mensen te laten instromen voor die werkervaring. Onder de participatiewet, niet in de WSW. Dus dat biedt een mooi podium om iedereen arbeidsritme op te doen. Ik denk dat het toch wel belangrijk is om dat hier te melden. Daarom hebben we ook die stap gemaakt. En als het gaat om die samenwerking, wat mevrouw Hansen van D66 benoemde. Ja, wij zien heel mooi die samenwerking tussen ATC-dienstenbedrijf. Wat in feite LARCOM en gemeente is. Niet in de zin van één organisatie, maar wel in de samenwerking tussen de uitvoerders. Die zitten op één plek. En die doen ook die gezamenlijke werkgeversbenadering. En dat hebben we al als zeer waardevol beschouwd. Maar vroeger liep iedereen naar die ondernemers en werkgevers toe. En nu wordt er ook gezegd van, wij hebben nu in ieder geval duidelijk aanspreekpunt. En we leren ook nog van elkaar, want de WSW-vraagstukken die zijn van weer een andere orde dan van de gemeentelijke bijstand. Dat vraagt dus ook om uitwisseling van kennis en deskundigheid. Dus die samenwerking proberen we ook te verbreden. Het liefst zou ik zelf willen, als verantwoordelijke voor werk en inkomen, dat we straks in die werkgeversbenadering nog een stap kunnen doen. Dat we ook het UWV daarin meekrijgen. Die heeft een verantwoordelijkheid voor onze WW-populatie. En dat is de volgende stap die wij willen gaan maken. Dat is, mevrouw de voorzitter, even een aanvullende vraag. Mevrouw Hansen. Dank u. We hebben het hier over specifiek werk in groenvoorziening. Ik denk dat er heel veel mensen in WSW-verband zitten, maar ook in de bekende kaartenbak, die niet gebaat zijn bij werk in het groen, maar andere soorten werkzaamheden zouden kunnen willen doen. Dus mijn vraag is eigenlijk ook van, ziet u meer terreinen waarop dit soort initiatieven ontwikkeld kunnen worden? Ja, want dit gaat heel specifiek over het groen, dat ben ik met u eens. Maar ik denk dat dit nogmaals de eerste stap is die we gezet hebben. Dus ik zie dat ook wel terugkomen binnen hele andere beleidsvelden en werkvormen. Maar dit is voor ons wel een mooie proef geweest om te kijken of dat ook zo werkt. En we merken ook gewoon aan de trots bij de mensen zelf dat men het ook belangrijk vindt. De arbeidsmarkt beperkt zich niet tot groen, laat het heel helder zijn. Maar het is wel een belangrijk voor ons. Omdat heel veel mensen daar toch wel op aangewezen zijn en daar ook een voldoening in vinden in hun werk. Laat dat ook niet onbenoemd te blijven. Als het gaat om tegenprestatie, wat meneer Dogner aangaf, ja, daar zijn we bekend mee. Volgens mij heeft u op 8 december hier in de informatiebijeenkomst de nodige te horen gekregen over hoe wij de vorm van tegenprestatie invullen. En dat kunnen we ook doen binnen het openbaar groen. Want we doen dat natuurlijk eigenlijk al in de vorm van het clean team, wat we al sinds jaar en dag kennen. Dat is ook een vorm van een tegenprestatie. Dus dat kan, dat is geen enkel punt.
Volgens mij heb ik de vraag beantwoord, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, zou ik nog een aanvullende vraag mogen stellen aan de wethouder? U kunt nog een kleine aanvullende vraag stellen. Ja, ik heb wethouder Jans ook gevraagd naar zijn ambitie op de doorstroom van, noem het dan maar even, werk bij Larcom naar werk bij reguliere werkgevers. Hij vond het lastig om die ambitie in te vullen. Ik ben wel benieuwd hoe deze wethouder misschien tegen die ambitie aankijkt en of hij daar wel inhoudelijk op in durft te gaan. Meneer Dogge, maar dan ga ik ervan uit dat u zo direct geen behoefte heeft aan een tweede termijn ook nog. Ik laat afhangen van het antwoord van de wethouder. Nee, ik wil me niet. Mevrouw de voorzitter, ik wil me niet verliezen in allerlei percentages en doelstellingen. Maar het is u wel bekend, denk ik, als u wat het verleden en het heden en de toekomst volgt van de sociale werkvoorziening. Dan weet u ook dat altijd de verhouding was 1/3, 1/3, 1/3. Dus 1/3 van de deelnemers zag kans om via begeleid werk bijvoorbeeld ook de stap te gaan maken naar regulier werk toe. Nou, u weet ook net zo goed als ik dat de instroom afgelopen jaren, ik heb het nog over de oude WSW, hè, want we hebben er nu niet meer mee te maken, wel heeft geleid tot hele strenge instroomeisen. Dus in die zin is ook gezegd van de WSW tot voor kort was alleen daarvoor voor die mensen bestemd die hebben te maken ook met een forse arbeidsbeperking. Dus dat maakt, zegt ook wel in een aantal gevallen, niet in alle gevallen, heel nadrukkelijk iets over hun kansen op uitstroom naar werk. Dus laten we daar ook niet allerlei illusies aan koppelen. Ik zelf vind het heel belangrijk dat mensen een plek vinden waar ze hun voldoening vinden, hè, waar ze ook voor beloond worden. En of dat dan in de vorm van beschut werk of in de vorm van betaald werk is, buiten de deur. Liefst natuurlijk buiten de deur, want dan creëren we nieuwe mogelijkheden. Maar dat, daarom vind ik die doelstelling nu, die kan ik niet geven. Maar ik ben wel benieuwd wat die participatiewet ons straks, dus als we een jaar verder zijn, in die zin heeft opgeleverd. Dus wij gaan het zelf ook monitoren, laat het helder zijn. Maar ik ga me niet koppelen of verbinden aan een doelstelling, want dat is de wet nog een beetje te vers voor, zou ik zeggen. Dank u wel, meneer De Vent. Ik kijk even in de rondte of er behoefte is aan een tweede termijn. Die is er niet. In dat geval rest de vraag of dit als hamer of spreekstuk naar de raad door kan. En hamer zie ik hier. Hamerstuk wordt dat op de volgende raadsvergadering. Dan was dat agenda punt 6. Dan gaan we naar agenda punt 7, de ingekomen stukken. Heeft iemand daar nog een opmerking over? Of stemt u in met het voorstel? Geen opmerkingen, dan is het raadsvoorstel aangenomen. Dan gaan we naar agenda punt 8, de rondvraag. Heeft iemand iets voor de rondvraag? Ik begin aan de rechterkant. En ik zie niemand knikken, dus dan is dat ook gedaan. En dan sluit ik bij deze de vergadering. U krijgt van mij nog wel even, kijk even naar mijn buurman, de locatie voor de technische beraad van de Marslanden. Dat we blijven, dat doen we gewoon hier. we gaan niet verhuizen. Voor wie, dus de oriënterende ronde is gesloten en het technisch beraad is voor wie dat, voor wie daarbij wil zijn aan de raadsleden, de woordvoerders. Dank u wel. De technische beraad is over 5 minuten, begint dat, zeg ik u eventjes. Ja, want er moeten allerlei systemen worden omgezet.